Goedemorgen, het is maandag. Ja, ik zie er heel mooi uit. Ik ga nu fietsen naar school, want anders kom ik te laat. Paniek. Ik ben weer lekker thuis van school en ik ga nu even een avondje leren. Dus ja, dat is helemaal goed, helemaal chill. Dat ga ik nu lekker doen en dan ga ik op tijd naar mijn bed. Want ik heb een beetje het voorgevoel dat ik verkouden ga worden. Aangezien ik veel last heb van mijn keel. Dus, dat is vervelend. Ik ga nu heel veel gemberthee drinken. En leren. En lekker op tijd slapen. Dus ja. Oh, ik moet echt meer interessante dingen voor jullie filmen. Maar ik lig alweer lekker in mijn bed. Het is dinsdag. Bijna woensdag. Het is nu denk ik iets van 10:30 en ik lig al een uurtje in mijn bed. Ik ga zo meteen lekker slapen. En ja, ik voelde me vandaag namelijk de hele dag niet zo lekker. Ik begin een beetje verkouden te worden en ik ben dat nu heel erg proberen tegen te gaan. En ik voelde me vandaag gewoon niet zo heel erg lekker. Ik was de hele dag best wel duizelig, heel veel hoofdpijn en gewoon bleh. Dus ik ga nu lekker slapen, want ik wil niet dat ik echt ziek ga worden. Want daar heb ik echt geen zin in. Dus ja, lekker slapen. Zo, ik ben nu op school. Ik ga nu nog één keer even één nummertje doorzingen. Dan ga ik snel naar huis, want het is al 9:15. De school sluit om 10:00 altijd. Maar dan ga ik snel naar huis en dan ga ik lekker mijn bedje in, want ik ben super moe. Dus ik ga nog één liedje even doorzingen. En dan ga ik naar bed. Snel naar huis fietsen en mijn bed in. Want ja, even op tijd naar bed. There was a boy I met in kindergarten. He was sweet, he said that I was smart. He was good at sports and people liked him. And at nap time once we shared a mat. I didn't sleep, I sat and watched him breathing. Watched him dream for nearly half an hour. Het is vandaag donderdag en ik ben weer lekker thuis van school. Het was weer een mega lange dag. Ik ben weer super moe. Jullie hebben waarschijnlijk al gemerkt dat mijn weekvlogs nu op vrijdag online gaan komen. Ik heb dat veranderd omdat ik toch merkte dat woensdag me heel vaak niet lukte. Omdat ik het dan gewoon zo druk had met school en dan kwam ik gewoon net tijd tekort. Dus ik dacht, als ik het verplaats naar vrijdag heb ik iets langer om mijn vlog af te maken. En dan hoop ik dat ik echt steady kan uploaden. Ik heb het gewoon zo mega druk. En ik ben überhaupt heel erg blij dat ik nog mijn vlogs kan maken. En dat ik het nog gewoon doe. Maar ik heb het zo druk. Over 2 weken hebben we tentamens. Ik ga zo meteen ook nog even leren in mijn bed. Nou ja, we hebben eigenlijk maandag al ons eerste tentamen. Daar moet ik nu dus echt heel hard voor leren. En ja, het is nogal hectisch op school. Ik maak lange dagen. En ja, dat is er een beetje aan de hand. Dus ja. Maar ja, het is wel allemaal heel erg leuk. Alleen gewoon echt een hele drukke periode nu. Ik ben ook echt best wel blij als het weer vakantie is. Want het is echt heel druk. Goed, het is heel lelijk licht hier. Maar ik ben weer lekker thuis bij mama. En ik ga nu even lekker leren voor repertoirekennis. En ja, het is lekker om weer thuis te zijn hoor. Altijd in het weekend. Het is altijd fijn. Dus ja, ik ga nu even lekker leren. Zo, ik ben lekker met mama in Amsterdam. We gaan even shoppen, want ik ga dinsdag optreden in Carré met mijn vader. En ik moet nog even een outfitje hebben. Joe! En ik moet nieuwe broeken. Dat is mijn doel voor vandaag. Ik vind het wel weer leuk om in Amsterdam te zijn. Daar ben ik heel lang niet geweest. Zo, oh mijn god. Dit was echt een heftig shopdagje. Ik had dus een doel, die heb ik bereikt. Maar echt na 3 uur lang winkels in, winkels uit, passen en doen en drama. Ik heb dus ook niet gevlogd, want
Ik was echt gefocust op het shoppen. Ik heb wel leuke dingen gekocht. Dus die ga ik zo laten zien aan jullie. Ik ben helemaal klaar mee. Echt, ik hoef voorlopig niet meer te shoppen. In ieder geval niet meer in Amsterdam. Oké, ik ben thuis. Zal ik even laten zien wat ik heb gekocht? Ben ik er weer? Ja. Jeetje zeg, ga eens weg. Nou zeg, ik wil ook graag in beeld. Ik heb nieuwe Dr. Martens gekocht. Het stond, je maakt lawaai. Dat stond niet op de planning. Nou ja, wel, want ik wil al heel lang nieuwe Dr. Martens, maar ik wist steeds niet welke. En nu was ik in de winkel en toen zag ik deze en toen dacht ik, laat ik die even passen. Toen had ik ze gepast, toen dacht ik, deze wil ik. Dus ik heb ze gekocht, ik ga ze even laten zien. Deze Dr. Martens. Ik hou zo van Dr. Martens, ik draag ze elke dag, dus het is altijd gewoon een goede aankoop voor mij. Ze zijn duur, maar ik draag ze zo vaak dat ik het er gewoon allemaal uitloop. Dus goed, het zijn dus deze. Het zijn gewoon eigenlijk de classic zwarte Dr. Martens, maar dan met bloemetjes erop. En ja, ze staan gewoon echt heel erg leuk, want ja, ik vond het gewoon leuk dat je zeg maar, ja, het zijn best wel truttige bloemetjes gecombineerd met die Dr. Martens. Dat is gewoon, I like that. Cute en stoer. In één. Ik ben er echt heel blij mee. En ik heb er €166 voor betaald. Origineel waren ze €185. Maar ik had studentenkorting. Dus dat is fijn. Dan bij de Zara. Bij de Zara heb ik uiteindelijk mijn outfit gescoord voor Carré dinsdag. Ik heb echt niet normaal veel aangepast vandaag. Allerlei winkels ingegaan om party dingen te passen, maar ja, elke keer was het er net niet, of nou ja, gezeik. Toen ging ik uiteindelijk dus de Zara in, terwijl ik eigenlijk niet van de Zara hou. Ik vind dat gewoon echt een scheidwinkel om te shoppen, om het zo te zeggen. Maar daar heb ik het uiteindelijk dus wel gevonden, dus. Ik heb deze gekocht. Het is een jumpsuit. En ja, lekker glitter. En ja, hij is hier zeg maar overgekruist zo. En ja, hij staat gewoon heel erg mooi. Hij heeft schoudervullingen, waar ik normaal niet zo heel erg van hou. Maar bij deze stond het wel heel erg mooi. En ja, ik vond dit gewoon perfect voor Carré. En ben hier gewoon heel erg blij mee. En hier heb ik €60 voor betaald. Dus ja, ik ben helemaal blij. Helemaal happy. Gevonden wat ik zocht. Dat is fijn. Dan als laatste heb ik ook nog wat bij de Primark gekocht. Maar twee dingetjes, dus ja. Als eerste bij de Primark heb ik even een gewone zwarte sjaal gekocht. Want ik had nog niet zo'n simpele zwarte. En deze was €5. En ik heb een pyjama gekocht. Want ik wilde een nieuwe zachte pyjama. En dit is zo'n setje met een pyjama, sokken en een oogmasker voor €13. Dus dat is helemaal top. En ik heb de kattenversie gekocht, want dat vond ik wel leuk. Oké, het is vandaag zondag en ik ben dus bezig met leren van repertoirekennis. Ik heb morgen daar een tentamen van. Repertoirekennis is eigenlijk gewoon musicalgeschiedenis. Dus dat is eigenlijk best wel een leuk vak. Want ja, het gaat gewoon over het ontstaan van de musical en zo. In Amerika vooral op dit moment. En ja, het is eigenlijk best wel heel erg leuk. Ik heb al best wel hard geleerd. Ik ben nu gewoon heel erg aan het herhalen en nog de laatste dingen in mijn hoofd aan het stampen. En dat doe ik eigenlijk altijd door gewoon tegen mezelf te lullen en gewoon alles uit te leggen aan mezelf. En zo probeer ik het dan in mijn hoofd te krijgen. Ik denk dat ik me straks nog even één keer laat overhoren door mijn moeder. Ja, en dan denk ik dat ik het wel ken. Ja, het is niet heel erg moeilijk. Het is vooral gewoon onthouden. Maar ja, ik ben er al best wel ver mee, dus dat komt helemaal goed. Dus ja. Dag kinders, we zijn weer terug in Tilburg. En er ligt een intense troep op de grond die ik moet opruimen. Ik heb ook mijn bedje weer helemaal opgemaakt. Ik heb weer een lekker schoon bedje. Er ligt natuurlijk alweer troep op, maar goed. Een lekker schoon bedje. Dus ja, dat is super fijn. Ja, ik ga zo meteen nog even een kopje thee drinken en ik ga nog even leren, want ik heb morgen dus een tentamen. Of nou, ik ga niet leren, maar ik ga het even één keer doorlezen. Ik kan morgenmiddag ook nog eventjes goed leren, dus komt helemaal goed. Dus ja.
Ik denk dat dit weer voor het eerst in tijden wordt dat ik mijn vlog weer op het goede moment ga afsluiten. En niet op maandagochtend in de haast. Yes. Oké, ik ga nu lekker mijn bedje in. Ik ga dus nog even een powerpointje lezen. Dan ga ik nog even lekker Netflix en slapen. Waarschijnlijk slaap ik dus weer veel te laat. Maar goed, heel 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 erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doeg!